1942. Ik maak me op voor een repetitie bij de Nederlandse radio. Komt daar de dirigent binnenzetten, gekleed in een zwart hemd van de NSB. Nou, dat vind ik veel te ver gaan. Ik ben direct gestopt. En gelukkig heb ik nog genoeg werk. Ik werk namelijk inmiddels met Wim. Weet u Wim? Ja, Wim Sonneveld, inderdaad. Kijk, die ken ik natuurlijk van eerdere samenwerkingen bij de Prominente, Oerhaus Cabaret, en we hebben ooit een duet gezongen. En ik wist dat Wim al heel lang zat te denken aan het oprichten van een eigen ensemble. Het cabaret Wim Sonneveld. En daar heeft hij mij voor gevraagd. Hij haalt de komische kant in mij naar boven. Bent u ooit wel eens gestoken door een bij? Wat? Dat is van na de oorlog. Oh ja, nou, natuurlijk. Ja. Kijk, mijn fiancé is heus wel eens jaloers op de band die ik heb met Wim. Kijk, Wim en ik zijn gewoon twee handen op één buik. Hè? Kijk, als hij zich... Hij bemoeit zich ook overal mee. Ik bedoel, hij zegt hoe ik me moet kleden. En als ik hem zijn gang laat gaan, dan heeft hij ook nog de inrichting van mijn huis bepaald. Nou, het is zo heerlijk om samen te werken. We hebben producties gemaakt, zoals De Bloemetjes Buiten, Alleen voor Dames, Sprookjes. Allemaal in het Leidseplein Theater. En dan ook nog Opus 3, dat was in het Concertgebouw. Het is zo heerlijk om samen op het toneel te staan. Even de dagelijkse ellende vergeten. Het wentelen der aard gaat reeds door alle tijden. Met velerlei rumoer gepaard, het is niet te vermijden. Nou kijk, meestal zong ik in het Frans, hè. Dan zing ik een keer in het Nederlands, moet ik me direct verantwoorden bij de cultuurkamer, omdat ze vinden dat ik een Jiddisch accent heb. Nou vraag ik jullie, ik heb toch een Haags accent. Zo hoort men soms een symfonie, een stormbel, dan een haan. Dan weer een keer een melodie, een kind moet slapen gaan. De mensen vonden uit, steeds kwam een nieuw geluid. Een radio, een vliegtuig, een schel sirene fluit. Geen rust is meer op aarde ooit, maar overal kabaal. En vinden zal men werkelijk nooit, toch zoeken we allemaal. Een ogenblikje stilte in een wereld vol lawaai. Een ogenblikje rust rondom je heen. Ergens in een hoekje waar je met jezelf slecht bent. Alleen met je gedachten heel alleen. Een ogenblikje stilte waarin al het geweld verstomt. Waarin je tot jezelf komt. Naar zo'n moment verlang je soms, al ben je nog zo klein. Een ogenblikje stilte, een ogenblikje rust. Een ogenblikje stilte in een wereld vol. Wij zitten voor ons gevoel heel ver weg daar in Londen. Alhoewel het daar ook niet veilig is. Nee, Londen wordt ook gebombardeerd. En de Londenaren zijn bang. Ze kopen voor een penny een kaartje voor de subway. En ze bouwen vervolgens hele slaapzalen in de underground. Ik mis mijn familie. Hoe zou het met mijn broers zijn? Hans en Lo, zouden ze nog in Nederland zijn of... We moeten bij de radio heel voorzichtig zijn met onze identiteit. We kunnen niet onze achternamen noemen, want we willen niemand in Nederland in gevaar brengen. Vandaar dat ik gewoon Jetje van Radio Oranje word genoemd. Het is niet dat ik de hele dag bij de radio zit. Nee, ik heb ook gewoon een baantje bij de Nederlandse Shipping and Trading Company. Ja, dan krijg ik vrij af en dan ga ik naar de studio en dan zing ik de liedjes in voor de Watergeus. En mijn vader... Die schrijft dus de teksten, en dat doet hij, uit opzet natuurlijk, op bekende Amerikaanse swingnummers of liedjes van Louis Davids. Bijvoorbeeld dit Amerikaanse swingnummer.
mother, may I go out dancing? Yes, my darling daughter. De moffen stelen wat ze kunnen. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Want het zijn en blijven hunne. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Ondanks dat gesteel kunnen zij hun dikke buiken niet meer vullen. Geen sauerkraut met ijswijn smullen. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Engeland drinkt zijn thee, Winston Churchill ook nog kalm zijn sigaren. Maar Hitler die krijgt grijze haren. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Op Duits gebied vallen de bommen. Dat is niet waar, zegt Gubbels. 24 uur in Drommen. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Ze gaan boven Berlijn, hoor ik juist uit vertrouwde bron vertellen. Een luchtverkeersagent aanstellen. Dat is niet waar, zegt Gubbels. De Russen, de RAF, weten reeds waar zij elkander kunnen vinden. In Berlijn, Hubert en Linde. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Het wil in Nederland maar niet lukken. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Om het volk te onderdrukken. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Mussert en zijn stel, landverraders vrezen reeds voor wat gaat komen. Zij zijn bang voor hoge bomen. Dat is niet waar, zegt Gubbels. Ze weten al te best, als in Nederland weer de vrijheid zal regeren, zullen wij hen morgens leren. Reken maar, Herr Gubbels.